Vandaag is de allereerste dagvlog. Beetje gas geven, maar toen reed die vrouw net zelf weg en toen hoorde je ook zo inmiddels al een aantal weken niet echt aan het aankomen is en nu zelfs ook aan het afvallen is. Ik wil graag een afspraak met de kinderarts als ze zou kunnen. Als dit even een beetje heeft geprutteld, dan nog pijnboompitjes erbij. Wil je nou ineens chocola of wil je nog steeds gestampte muisjes? Sikia. Oké. Chocola is Sikia. Hij staat. Gefeliciteerd. Dank je. Ja, gefeliciteerd, schat. Een goeiemorgen allemaal. Kom eens, Jimmy. We hebben een feestje te vieren. Kom eens hier. Stel je even voor de mensen die voor de eerste keer kijken. Een feestje. Een feestje, dat valt mee. Sorry. Oh, ik maak soms van die domme opmerkingen, want dan denkt hij meteen, oh, het is feest. Ik had dat Want vandaag is de allereerste dagvlog. Oh, nee. Het gaat meteen mis hier. Jimmy, deze appel. Wacht even hoor. Deze appel had ik in de tas gevonden van heel lang geleden. Die was ik helemaal vergeten. En dit is geen appel meer te noemen. Godverdamme. Dus die gaan we niet opeten, want dan kunnen we jou het vandaag niet naar school brengen. ja, wij zijn familievolgers voor wie ons nog niet kent en deze video voor het eerst kijkt. Wij gaan jullie vanaf vandaag meenemen in onze dagelijkse leven. Ja, jij wil eten. Mama gaat lekker eten. We gaan lekker boterhammetje voor jou maken. En we beginnen ook helaas wel meteen met een heel zwaar onderwerp. Of in ieder geval, zwaar onderwerp klinkt misschien heftig. Maar ik ga de kinderarts bellen voor Charlie. Want hij is nu in 2 dagen tijd zelfs 100 gram afgevallen. Hij blijft maar niet aankomen en is nu dus ook echt flink afgevallen. Terwijl hij gisteren alle melk die hij heeft gekregen binnen heeft gehouden. Dus er is zeker iets niet goed. Dus ik ga eisen dat ik vandaag nog het liefst gezien word door een kinderarts. Ik heb die mama. Wat? Die. Mandarijntje? Ja. Ja, die zal ik zo. Maar wat eten we eerst? Boterham. Boterham, ja. En wat lust je erop? Gestampte muisjes. Gestampte muisjes? Ja. Ja, in de vriezer liggen altijd ijsjes. Het is altijd even een moeilijk moment voor Jimmy als we het brood uit de vriezer halen, dat hij de ijsjes ziet liggen. Hoeveel ijsjes liggen, mama? Veel. Veel, hè? Ja, veel ijsjes hier. Ik wil een ijsje. Een mandarijntje krijg je als je brood op is, hè? Ik wil appel. Appel. Nou, als jij dadelijk je brood goed op hebt, dan kan je alle fruit krijgen die je wil. Eerst even de boterham laten ontdooien. Doen we altijd zo. Dan is hij in 2 minuutjes ontdooid. Ontdooid. Ja? Ik zie dat hij mijn Nee? Onder jouw kussen. Dus die laten we even zo staan. Dan is hij heel snel klaar. Niet doen! Ja. Zo gaat hij niet goed ontdooien. Zo wel, als een dakje. Als een mooi dakje. Kijk. Dakje! Daar is het. Gestampte muisjes. Die hebben we al hier klaarstaan. En wat wil je nog meer? Ik kan dat dragen. Dragen? Ja. Nou, maar die gaan we op brood doen, hè? Ik kan dragen. Jimmy pakt altijd iets zouts en iets zoets. Of zouts, dat klopt niet. Iets gezonds. En dan mag hij nog iets zoets na. Zullen we smeerworst doen? Of smeerkaas? Gewone kaas? Gewone kaas? Ja. Oké. Okay. Gewone kaas. Gaan we lekker ontbijtje doen. Op dit moment is de assistent in gesprek. Een ogenblik geduld. Alleen voor spanning. Belt voor vragen omtrent het coronavirus. Heeft u geen koorts en met de kippenhout? Dan kunt u meer informatie kijken op de website van het NIVM. Of op de website. Heeft u een andere vraag,
blijft u aan de lijn. Beller nummer 2. Beller nummer 2. We schieten al op, Jimmy. Hi, ik bel voor mijn jongste zoontje van 3 maanden oud, die inmiddels al een aantal weken niet echt aan het aankomen is en nu zelfs ook aan het afvallen is. Ik wil graag een afspraak met de kinderarts als ze zou kunnen. Oké, okay. Mag ik heel even de geboortedatum? Is 30 juni 2021. Charlie? Ja. Ja. Oké, even kijken, want ik moet dan wel eerst even een afspraak bij de huisarts op het spreekuur maken. Oké. Dat die de verwijzing dan moet maken. Ja. Even kijken, hoor. Het zou nog kunnen om 11:50 op de Thomas van Aquinostraat. Ja, heel graag. Ja. Gelukkig. Ik dacht al wel dat ze dan eerst door de gewone arts gezien moest worden en dan dus daarna een hopelijke kinderarts. Ja, ik heb geen flauw idee hoe dat werkt. Ja. Je hebt het over kinderarts. Ja, als er iets met Charlie is, dan moet hij wel gezien worden door de kinderarts. Op deze manier, zeg maar. Zo, je brood is ontdooid, schat. Ik wil het je gaan smeren. Jim gaat elke keer op een krukje staan. En dan kan hij er net bij, hè? Zo, de smeerkaas is klaar. Dan ga ik voor jou de zoetbeleg doen. Goed vasthouden, die laten vallen. Wou je nou ineens chocola of wil je nog steeds gestampte muisjes? Sikea. Oké. Okay. Chocola is Sikea. Jim, wat heb je toch weer een prachtige mond. Die moeten we nog even afdoen, hè? Wat zit er op jouw mond? Thee. Choco? Ja. Een beetje wies. Gaan we even afdoen. En dan gaat Jimmy naar school. Kinderdagverblijf noemen we altijd school. En Charlie houden we dus thuis. Ik wil eigenlijk wel heel graag dat hij ook vandaag nog gezien wordt door de kinderarts. In plaats van dat we zo ook nog weer het weekend in moeten. Tenzij ze in het weekend ook. Dat is allemaal niet. Dit is Charlie, voor wie je hem niet kent. Sorry, ik heb nog steeds veel hoest. Charlie is wel gewoon heel vrolijk en super lief zichzelf gewoon, dus dat is wel heel fijn. Maar ik hoop natuurlijk van harte dat het niks ergs is. Hier komt hij. Hier is hij nog, hè? Ja. Het is weg. Gaan jullie naar school toe? Naar school. Nou, ik ga eventjes hier blijven. Ik kom jou straks weer ophalen, schat. Samen met LDDO. En je vieze snotpin. Is je vieze snotpin? Ja. Dan wil ik even neus snuiten, Jimmy. Doe eens. Goed zo. Ik heb net erop bij mij, je vrouw. Huh? Dat is toch een... Dat is gewoon mij. Dat is mijn vrouw. Die kant op, hè? Die kant op, ja. Ja. Gaan we daar even heen? Ja. Veel plezier, schatje. Die kant op, hè. Doei. Oh ja, je tassen. Oh oh, regent het? Ja, heel, heel, heel licht. Doei. Zo, op naar de huisarts. Charlie is natuurlijk net lekker gaan slapen. Een half uurtje heeft hij wel kunnen slapen, toen moest hij er weer uit. Ik ben echt benieuwd. Ik hoop wel dat ze een borstvriendelijke arts hebben, die niet meteen zegt, begin maar gewoon aan kunstvoeding. En echt waar hoor, als hij met kunstvoeding goed gaat groeien, dan ben ik de laatste die dan borstvoeding wil blijven geven. Maar ik wil wel eerst alles geprobeerd hebben. En alles uitgesloten hebben wat medisch betreft dingen en zo. Zo, we zijn weer terug. Ze vond het niet alarmerend. Vooral omdat hij gewoon heel bewegelijk en heel vrolijk is en heel verkouden is. En de stabilisatie van zijn gewicht en het een beetje afvallen, vooral nu de afgelopen 2 weken is dat hij zo verkouden is. Dus zij zegt dat het wel normaal is in combinatie met zijn bewegelijkheid dat hij nu meer energie verbruikt en minder drinkt vanwege en dus meer spugen vanwege de verkoudheid. Zegt ze dat we beter eventjes gewoon 2 weken kunnen aankijken wat deze verkoudheid doet als het straks voorbij is. Of dat het gewicht dan weer gewoon wat beter gaat aankomen. En verder, zijn oortjes waren schoon, zijn longen klonken gewoon goed en vooral zijn neus
gewoon goed blijven neussprayen met zoutoplossing en zo, zodat het gewoon hopelijk sneller allemaal weggaat. Nou, vraag ik me af of het echt puur en alleen door die verkoudheid komt, maar ik zie inderdaad ook wel wat zij zegt van, hè, dat het wel vooral nu tijdens deze verkoudheid zo problematisch is geworden. Problematisch dus blijkbaar niet volgens haar. Dus, nou ja, ik vertrouw het wel om het gewoon even die 2 weken dan tijd te geven. En anders ga ik wel echt zwaar aan de bel trekken als ik voor mijn gevoel gewoon echt zeg dat er iets niet goed is. En ze zei ook, niet te vaak wegen, want dat is ook waardoor je steeds dipjes ziet en zo. En ze zegt, probeer maar gewoon om de 4 dagen te wegen. Ik deed nou echt een beetje om de dag, omdat ik me dus zorgen maakte en dacht van, dit moet ik wel goed bijhouden. Omdat je natuurlijk met borstvoeding niet ziet wat erin gaat. Dan ben ik hem wel eventjes weer een beetje melk aan het voorbereiden om hem nu even de fles te geven. Breng hem straks gewoon naar het kinderdagverblijf, omdat het gisteren ook zo goed ging met de fles. En wij straks eigenlijk een afspraak hebben staan. Dus ja, drinkt hij aan de fles misschien nu ook wat makkelijker vanwege zijn verkoudheid. En dan aan de borst is wat moeilijker. Dus ja, nou goed, we gaan het even aankijken. Zo. Charlie heeft even een lekker tukje gedaan en een flesje gedronken en nog aan de borst gedronken. Dus die is klaar voor het kinderdagverblijf. Wij gaan namelijk zo meteen naar de Kamer van Koophandel om ons YouTube kanaal officieel een bedrijf te maken. Vet spannend en heel erg leuk. Dus dat gaan we doen. En ik ga eventjes de melk allemaal uit de koelkast halen voor Charlie om mee te geven. Ik ben benieuwd. Daar gaan we. Op naar het kinderdagverblijf. Met de blije wip-wip. Ja, je bent zo lief, hè. Dat is niet te doen. Dat is gewoon niet te doen. Ik ga hier al de hulp bij en die auto hiernaast is al weg geweest en die auto hiernaast is al weg geweest. Hoe bedoel je? Dat, Ja, er is nergens plek, behalve hier deelt er recht naast me. Oh, ik moet aan deze kant natuurlijk mijn riem vastmaken. Wow, zo lang is het gewoon geleden dat ik in deze auto heb gezeten. Ja, je mag naast jou bedoel ik. Ja. Ik kan me niet herinneren dat je voor het laatst naast me hebt gezeten. Dat is jaren geleden. Jaren geleden, nou dat valt ook wel mee. Maar nou zit elke keer of een kind hier, of een baby of een kind hier. Ja. Maar je hebt de stoel even hierachter gedumpt. Ja, daar zit er zo in. Oh. Zo, wij gaan op weg naar de Kamer van Koophandel. Heb je geld bij? Nee. Dat kost geld, hè? Oh ja, maar ik weet wel binnen, toch? Ja. We nemen de toeristische route. Ja, ik vind het altijd wel lager. Thijs vindt dat helemaal leuk, ja. Langs het dorp en zo. Ja. Kijk hier wel voor kieten, gek. Ja, er staan wel echt in onze omgeving zoveel vette huizen. Ik had eigenlijk nog moeten kolven, want nu staan mijn borsten best wel op klappen. Omdat ik Charlie had zeg maar eerst de fles gedronken en toen daarna mijn borst nog wel maar minimaal. Dus dat is een beetje jammer, want nu is het zeg maar niet zo verstandig dat ik niet meer gekolfd heb. Want hier dat we thuis zijn is het een beetje laat, denk ik. KVK. Uittreksel kopen, geen afspraak. Afspraak. Telefoonnummer. Hey. Oké. En hier hebben ze kleur. Hey, en we zijn ook op de tv. Daar kun jij dan weer enthousiast van worden, hè? Om een beetje koffie. Ik heb de machine alles. En ze hebben slotkey en suikier. Slotkey en suikier. En Meleko. Wat staat er nou serieus? Dat is Pols. Oh ja, zoetjes, sweet, slotkie. Spannend of niet? Ik vind het wel leuk. Ik moet dadelijk gaan tekenen ook officieel dan. Mm-hmm. Dat is raar. Dat ja. Dan officieel is, terwijl er verandert niks. Nee, in principe niet echt. Hij staat. Gefeliciteerd. Dank je. Ja, gefeliciteerd schat. Kus. Gewoon even ingeschreven, hè? Gelijk kilometers declareren alles.
Ja, dus we moeten wel even goed gaan kijken van wat dan ook allemaal aftrekbaar is en zo, want daar heb ik natuurlijk echt nog totaal geen verstand van. Ja, die wat zij zei over die webinar is ook wel een goede. Ja, we hebben nu van Belastingdienst kijken. We hebben best wel veel inkomstenbelasting elke keer moeten afdragen voor de vlogs. En die zijn nou allemaal weer aftrekbaar. Met de voordelen van het net starten. Dus dat is voor jullie allemaal totaal niet boeiend. Maar wij zijn er blij mee. Nee, dat was niet goed. Nou moest ze lachen. Ja, moest ze wel lachen. Nou zat ze te lachen. Je hebt hier die vloer. Oh, ik weet, ik heb nog niet verteld waar we zijn. Maar we zijn hier in een parkeergarage. Nou, al heel de administratie verpest. De vloer die schuurt hier. Dus als je rondrijdt, dan hoor je zo. Ii! En er was zo'n oudere vrouw die echt al zo keek ze van. Terwijl we gewoon normaal reden. Nee, ik deed wel. Een beetje gas geven. Maar toen reed die vrouw net zelf weg. En toen hoorde je ook zo. Ii! Maar goed, we gaan dus eventjes naar de markt. Hier in het dorp naast ons dorp. Wat schijnbaar best wel groot schijnt te zijn en waar ik al best wel een lange tijd naartoe wil. En nu eindelijk uitkomt om te gaan. Nog niet maar bedacht wat we moeten gaan avondeten. Dus knaak geen euro waard. Dollar. Daalder. Daalder. Ja, dat zie je niet. Nee? Hier is het andersom. Ja, hier, dit is een duur dorp. Dus er zal misschien ook wel een appel heel duur zijn. Dat bedoel je, of niet? Ja. Sorry. Wat ga je nou doen? Ja, terug. Ik wil nou wel iets drinken. Oh, ja, oké, okay, we gaan iets drinken. Oh, ik had gekeken. Jij mag niet naar de wc, hè? Nee, omdat ik geen QR-code heb. Jij ook niet, hoor. Ik zal direct nog een keer inloggen. Zij heeft vandaag zijn tweede vaccinatie gehad. Omdat ik geen ruggengraat heb. Maar we kunnen hem niet naar de markt, want die was op donderdag. Ik had het verkeerd gezien. Sorry. Zo zegt Jimmy dat. Sorry, mamatje. Ik heb er niet zo heel veel in zitten, maar genoeg om te proosten. Proost, hè, op jouw bedrijf. Okay, dit vind ik dus heel leuk. Dit krijg je er gewoon bij. Ja. Dat is nou precies wat ik ook zou doen als ik een eigen restaurant had. Ja, het kost je zak. Ja, maar gewoon iets extra's. Daar hou ik van. Boodschappen halen. Ik zal ook voortaan wel wat meer delen over wat wij eten als avondeten en zo. Leuke, lekkere gerechten zal ik sowieso. Die was wel leuk. Discussie, ja, die hebben jullie gemist. We waren aan het overleggen wat voor pasta we gingen eten. Het overleggen? Ja, overleggen. Was het vast discussie? We moeten wel scannen worden. Oh, dief. Ja, je moet wel scannen, ja. Want daar heb je wel een handje van, hè? Nee, als ik aan het praten ben, dan kan ik niet goed nadenken. Wow. Is het gelukt? Ja, ik heb gewoon zwak slaag gehad. Oh ja, wel? Ja, ik dacht dat ja, ik heb gewoon deze genomen. Oh ja, nou, ik weet, die pakten we trouwens altijd, dat is wel waar. Ja. Ja, wel, die doen we bij de lasagne toch? Ja. Oh, dan gooi ik het er weer in, hè? Ik vind het altijd lastig om in zo van die openbare plekken waar heel veel mensen om je heen staan, zeg maar, te filmen. Want dan kun je die mensen niet echt afschermen. En die hebben er ook niet voor gekozen om op de video te komen, natuurlijk. Maar het is eigenlijk wel heel grappig als je ons in de supermarkt ziet. Want Thijs is sowieso echt een idioot. En er zijn dan altijd zoveel grappige momenten dat wij altijd in een scheur liggen. Daarom, wij doen ook eigenlijk echt elke dag boodschappen. Ik heb een aantal keer gedaan dat ik dan vooruit bestel voor een hele week. Maar ik vind het echt drama om te bedenken wat we moeten gaan eten. Ik bedenk dat liever op de dag zelf. En dan nog vind ik het heel moeilijk. Maar wij vinden het ook gewoon leuk om boodschappen te doen. Dus voor ons maakt het echt niks uit. Wat? Dat we elke dag in de supermarkt zijn. Ja, zo. Heel veel mensen hebben echt een hekel aan boodschappen doen, maar wij vinden het altijd wel leuk. Ja, ik heb er niet zo moeite mee inderdaad. Ja, maar het is ook wel niet overdreven gezegd dat wij ongeveer 90% van onze uitgaven gaat naar eten toe. Ik weet niet of je het hoorde, maar het was weer zo'n moment. Maar zo'n moment. 90% van onze uitgaven gaat serieus uit op aan eten. Ja, maar dat is ook het belangrijkste. Eerste levensbehoefte. Dat vind je dan ook echt grappig. Hè? Daar ligt er bijvoorbeeld net een hele berg met bladeren. Netjes op bij elkaar geveegd en hij gaat er dan doorheen rijden. Ja, maar dat is toch niet grappig. Iemand heeft daar zijn best voor gedaan. Ja. Ah, zo. De gemeente heeft daar zo voor gedaan, lijkt me. Ja, dus er zijn toch ook mensen. Ja. Die het dan weer opnieuw moeten doen.
Ik was ooit een keer bij de McDonald's dat iemand, ik weet niet meer of het bij het gezelschap waar ik mee was of dat ik het hoorde bij de tafel naast ons. Maar iemand had dus een hele beker met cola omver op de grond gegooid. En toen ging iemand het opruimen van, dus een medewerker van McDonald's. En diegene die zei letterlijk, dan heb je ook weer wat te doen, hè. Ja, maar vond dat vind ik wel asociaal. Ja. Kijk, als je dit zo stiekem achter iemand zijn rug doet. Dat is minder. Ja, maar dat is wel minder asociaal in ieder geval. Ook niet, ik rijd door een stapel bladeren, kom op. Ja, maar jij bent dan gewoon echt een klein kind die dat dan grappig vindt. Ja, maar ik wou net zeggen, als er een kind langskomt, die loopt er doorheen en dan is hetzelfde effect. Ja, oké. Maar jij bent een volwassen vent. En het is ook gewoon een vet grote kans dat er gewoon een steen onder ligt of zo, dat je gewoon naar je auto naar de grond rijdt. Ja. Maar goed, dat risico nemen we graag. Oh, nou, eerst kolven. Want echt, de boel staat op klappen. Nou heb ik dus één voeding overgeslagen, wat niet zo verstandig is. Op maar... klappen? Ja, echt letterlijk opklappen. Oh. Ik heb nou Pamela Anderson borsten. Mijn shirt was nog omhoog. Oh, zag je dat? Ja. Maar je zag gewoon mijn sixpack of zo niet. Dus dan hoop ik dat het voor mijn productie nu voor één keertje niet uitmaakt. Maar het is natuurlijk niet verstandig om mijn voedingen over te gaan slaan. Dan heb ik straks geen melk meer. Dus first things first. Eerst kolven, dan koken en dan de kindjes. Ophalen. Ik vind dat wel een fijne volgorde als de mogelijkheid er is qua tijd om dus eerst te koken en dan de kinderen op te halen. Dan heb ik dus al gekookt, dus dan hoef ik ze niet hier te vermaken terwijl ik aan het koken ben. Dan kunnen we gewoon meteen gaan eten als we thuis aankomen. Nee, dat is wel fijn. Oké, dan. Wat ik ga maken is pasta pesto met champignons, kip en deze pasta hebben we gekozen. Dat is met fungi. Oh ja, ja, fungi. Omdat we ook champignons erbij doen. En deze vind ik altijd wel lekker. Die had je eerst ook in het rood. Die was helemaal lekker. Misschien dat ze die wel nog online hebben. Maar deze samen met dit is heel erg lekker. Ik zal even kort dit gerecht filmen. Als je het leuk vindt om dat uitgebreider recepten en zo te gaan zien, dan gaat het ook vast nog wel voorbij komen, maar laat het me anders eventjes weten in de opmerkingen. En ik ga echt niet elke dag allemaal filmen wat we eten, want dat wordt een beetje saai. Maar nu heb ik dat nog niet zo vaak gedaan. Dus als er echt iets leuks en lekkers voorbij komt, dan zal ik het filmen. Sowieso. Olie in de pan. Dan de gesneden uitjes erbij. Gewoon één rode ui. En de knoflook. Ik ben wel zo iemand die in plaats van één teentje altijd een stuk of 3-4 pakt. Maar dat is natuurlijk naar eigen smaak. Dan de kip erbij. Ik heb kipdijfilet. Is echt 10 keer lekkerder dan gewone kipfilet. Meteen een beetje peper eroverheen. Dan de champignons. Dan gaat deze erbij, de pesto. Samen met de crème fraîche, gewoon een heel pakje. Dus daar zijn die van 200 gram. Gewoon roeren. Zo, als dit even een beetje heeft geprutteld, dan nog een pijnboompitje erbij. Pasta, koken en klaar. Ik ben altijd heel erg van de makkelijke gerechten, maar wel heel smaakvol. En waar je geen uren aan het snijden en het koken bent. Dus als je daar ook interesse in hebt, dan zal ik vaker van dit soort recepten delen. Weer super goed dagverslag van Charlie. Hij heeft 2 keer de fles gewoon helemaal opgedronken en hij is zelf in zijn bedje in slaap gevallen. Ik ben echt zo blij met dit kinderdagverblijf. Echt heel erg enthousiast over. Was met toen van Jimmy wel anders, want het was allemaal stroef en niet zoals ik hoopte dat het zou gaan. En dit is echt gewoon verbazingwekkend goed juist. Dus heel erg blij mee. En we zijn weer compleet. Charlie heeft het supergoed gedaan.
En Jimmy is de hort op. Die vindt het altijd nodig om weg te rennen in plaats van dat we naar de auto toe gaan. En tijd rekken ook vooral. Ik weet niet waarom, maar... Kom mee, gekkie. Hij is weg. De neus is roze. Is weg. Is hij weg? Ja. Hoezo is hij ze weg? Ze doen altijd als er een kindje jarig is, doen ze allemaal een rode stip op de neus. Zo schattig. Kan niet. Kan wel. Kijk, daar is Charlie. Het waait hard. Snel naar binnen, naar de auto toe. Wat heb je, lepel? Lepel? Dat is een paarse lepel. Vind je die mooi? Roos. Roos? Ik die hebben. Nou, is paars, maar die kun je niet hebben, want dan zit alles onder. Doe maar eerst even lekker eten. Zal ik zo aan jou laten zien wat voor lekker ijsje ik heb gekocht als toetje. Eet smakelijk. Eet smakelijk, Jimmy. Laat hem altijd alles proeven, man. Ik heb dit wel fijn gemaakt, want hij heeft zeg maar dat hij aardappelblokjes, macaroni en broccoli en dat soort dingetjes, daar eet hij allemaal gewoon in hele stukken. Maar als het dit is waar heel veel gebeurt op zijn bord, dan eet hij het niet. Dus als ik het dan helemaal fijn pureer, dan eet hij het wel. In die zak. Dat is een zak. Bij ons op het dak, hè? Ja. Ja. Welke kleur is die? Blauw. Blauwe zak. Dat. Deze kleur, ja. Dat is niet. Dat is ook blauw. Ja. Welke kleur zijn er een beker? Hij heeft bij ons op het dak, wij hebben een lekkage gehad bij de schoorsteen. En om het even tijdelijke oplossing te doen, totdat het gemaakt kan worden door de aannemer, zit er een blauwe zak omheen. En hij denkt elke keer dat het een zak van Sinterklaas al is, bij de schoorsteen. Dat is zo. Doe het liedje nog eens zingen, want het was wel een heel leuk liedje. Ik ken die niet hoor, dat liedje. Jawel. Oh, je ijsje gaat er vandoor. Papa kan een dansje. Zie je dat, die gekke papa van jou? Ja. Jimmy, hier ben ik. Zo. Hé, waar komt het geluid vandaan? Mensen, ik denk dat ik elke avond zo rond het avondeten of met het naar bed gaan de vlog eindig. Dat we geen avonden filmen, omdat ik elke avond bezig zal zijn met het vloggen ook te editen. Ik kan het wel hoor. Ja, maar wat we hebben ook meestal in de avond niet zo heel veel, toch? Nee, ik kan wel wat te laat hoor. Ja. Dus ik denk dat wij zo rond dit tijdstip de vlog altijd eindigen. Ja, schat. Kijk, mama. Als ik klaar ben met praten. Ik ben heel even aan het praten. Eén moment. Dus rond dit tijdstip ga ik nog wel een keertje het naar bed brengen, filmen en zo. Maar dat is voor een andere keer. Mama. Hé, hey, ik ben aan het praten, dus dan wacht je gewoon even. Ja. Ik ben bijna klaar. Wil jij praten? Ja, oh, jij wil met mij praten. Nou, zo meteen. Bijna klaar. Dus, ik zou zeggen, ik heb geen idee hoeveel beeldmateriaal ik voor vandaag heb. Daar zal ik ook nog even aan moeten wennen. De ene video zal misschien 15 minuten zijn en de andere video een uur. Ligt er ook een beetje aan hoeveel we te doen hebben en wat allemaal gefilmd wordt natuurlijk. Maar ongeveer zal ik daar straks wel een beetje feeling voor krijgen. Voor nu zeggen we bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Ik ga het een keertje vragen. Normaal doe ik het nooit. Maar geef dan een duimpje omhoog, want dan weet ik ook dat ik op de goede weg ben. En dan zou ik zeggen, tot morgen. Doei. 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 Tot morgen. Doei. Doei.